Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video op Banjo Town. Deze video is een one-taker. Ik ga het in één keer opnemen, simpelweg omdat dit een video is. Het moet een update video zijn, zodat jullie weer snappen wat er is gebeurd, waarom we weinig hebben geüpload, wat er gaat komen, wat Banjo Town gaat worden, wat Banjo Town gaat doen. En ik heb het gevoel als ik hierin ga monteren, knippen, doen, dan is het minder oprecht. En ik denk bij dus een video als deze dat het gewoon in één keer erop moet. Nou, waarom hebben we heel weinig geüpload? Heel simpel. Banjo Town, ik ben super trots op dit kanaal. Alleen Banjo Town was zo goed geworden dat die lat veel te hoog kwam te liggen. En als een lat heel hoog komt te liggen en je kan niet meer bij die lat tippen, dan raakt iedereen een beetje gedemotiveerd. En dat gebeurde bij Banjo Town. Iedereen raakte in de slur. Ik bedoel, wij hadden dagelijks een gameplay, dagelijks een webserie. Dat is bizar. Dat is veel productie, dat is veel moeite en dingen ontwikkelen en doen. En ik hoop dat jullie dat echt, echt, echt begrijpen. Dat een... Sst, niet trillen. Wij maken voor, met alle plezier en liefde voor jullie heel veel video's. Alleen wij willen wel dat het een bepaalde kwaliteit heeft. Een hogewaardige kwaliteit. Helaas, dat konden we dus niet fixen de afgelopen maanden. Daarnaast, ik was bezig met Tube Day. Jury loopt stage. Jordi is hartstikke druk. En Rick is hartstikke, en ze zijn allemaal heel erg druk. Daar komt het op neer. Dus eigenlijk, wat er gebeurde, alles kwam een beetje te verwateren. We hebben het heel even naast ons neergelegd. En wij willen nu weer keihard beginnen met heel veel vette content maken voor jullie. En dit betekent dat we aankomende maandag gaan beginnen. Althans, we. Jury gaat als eerst beginnen. Hij gaat maandag, woensdag en vrijdag. Elke maandag, woensdag en vrijdag. Ik zeg het gewoon nog een keer. Maandag, woensdag en vrijdag gaat Jury een gameplay uploaden. Ik ga zelf beginnen met The Walking Dead game. Ik heb hem zelf... Wil ik hem dolgraag spelen? En er zijn heel veel mensen die hem nog niet hebben gezien. En ik denk bij mezelf, The Walking Dead is voor mij een ideale game om te gaan spelen. Dus ik ga The Walking Dead doen. Jordi, we zijn mee in gesprek. Die gaat binnenkort weer waarschijnlijk beginnen met Wat Je Niet Wist. Bardo's Donderdag komt terug. Eigenlijk waar het op neerkomt is, vanaf nu ga je weer langzaamaan Banjo Town. Je gaat zien hoe het opgebouwd wordt. En we hopen allemaal, iedereen van Banjo Town, heel erg op jullie steun. Dat jullie de video's weer gaan liken, abonneren, delen met name op Twitter en Facebook. Want laten we eerlijk wezen, jullie zijn natuurlijk de motor achter Banjo Town. Zonder jullie is er gewoon geen Banjo Town. De abonnees zijn het allerbelangrijkst. Zo simpel is het dus. Ik hoop oprecht dat je de aankomende weken, maanden, tijden gaat genieten van alles wat er gaat komen op Banjo Town. En het kan zomaar gebeuren dat er iets voorbij komt waarvan jij zegt, ja, what the fuck is dit? Dit wil ik niet op Banjo Town, waarom bestaat het? Geen zorgen, reageer het gewoon. Wij lezen het en wij gaan aan de hand van jullie reacties Banjo Town beter maken dan ooit tevoren. Heel erg bedankt voor jullie steun. Groene duimpjes, abonneren en delen dus. Aankomende weken gaan wij samen met jullie Banjo Town opnieuw opbouwen tot het allervetste lifestyle kanaal van Nederland. Ook niet heel moeilijk, wij zijn het enige, maar dat maakt niet uit. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Geef dus, ja, ik ga niet eens zeggen, geef een groen duimpje. Fuck off, dat doe ik niet. Bedankt voor het kijken en tot maandag bij Jury. Hij gaat, hoe heet het spel ook weer? De Big Bad Wolf, nee. The Wolf Among Us gaat hij spelen. Dus aankomende maandag The Wolf Among Us. Oh, je snapt het wel. Bedankt voor het kijken en bedankt voor alle steun. Later!